Hallo Big Legion en welkom bij een nieuwe part van Mafia 3. Wij gaan Frank Pagani killen, maar daarvoor moeten we naar Donovan toe. Dus eens even kijken wat hij te vertellen heeft. I got a hit from the device you put on Frank Pagani's car, which means he's back in town. Bet he's pretty excited to make your acquaintance. I bet he is. Signal's clean, so you can take it from here. Just use the tracker I gave you. Catch you later. Alright, prima. Dus we moeten een tracker gebruiken om zo'n auto te vinden. Dan moeten wij eerst... dan moeten we zoeken in een gebied, oké. Ik had het idee dat we eerst nog een beetje rond die docks moesten gaan zoeken, maar dat valt dus nog wel tegen. Voor de rest liggen hier aardig wat dode mensen. Dat komt omdat er een retaliation squad achter me aan zat. Die heb ik hier even vermoord. Het is gewoon random dat je opeens alle enemies achter je aan krijgt. Niks speciaals eigenlijk. Oké, ik hoor iets piepen. De vraag is, waar kant moeten wij op gaan zodat hij harder piept en dat we dus zijn auto vinden? We gaan hier gewoon doorheen. Fuck it. Daarvoor zijn die hekken om kapot gereden te worden. Oké, ik zie daar al heel veel fucking enemies. Dus we gaan even kijken of we daar kunnen komen. Dan rijden we even een rondje. We gaan, hallo politie. Niks aan het handje. Rijd ik naar een fietspoor, hetzelfde gebouw binnen. Ja, yep. Oh my god. Zo goed bezig. Ik denk dat spoor gaat er misschien langs en dan komen we daar makkelijk bij. Maar heel veel dingen zitten muurtjes voor, zoals je ziet. En dat is af en toe best irritant. Dit is trouwens die Ferrari-achtige auto. En sowieso dat het daar is, al die enemies zijn, dat kan niet anders. Die cirkel wordt ook steeds kleiner, dus we zitten sowieso goed. Dan weet ik niet of ik me daadwerkelijk moet killen of gewoon moet achtervolgen. Hier kunnen we niet langs. Gaan we even iets aan de gat. Ik had het idee om eventueel zomaar ons een beetje verdekt op te stellen als we moeten volgen. Maar volgens mij is dat niet het geval. Volgens mij moeten we gewoon iedereen hier killen en dan die deur. Dus. Doen we het op die manier? Get to... Ja. Zijn auto. Hoe komen we daar binnen? Kunnen we hier gewoon langs? Nope, er zitten overal fucking muurtjes. Jezus Christus. Moeten wij daar binnenkomen? Via de andere kant schenken. We stappen weer even in de auto. Altijd leuk hè, dit zoeken. Af en toe knip ik dat er dus ook uit. En daarom gaan we meestal ook gewoon direct naar objective toe. Omdat soms wel een beetje zoeken is naar de ingang bij sommige gebouwen. En dat is behoorlijk irritant. En saai. Volgens mij zijn we... Ja, oké, daar is het. Zijn aardig wat mooie auto's. Looks like the place. Yep. Dat is sowieso the place. Oh, die dude. Geen idee wat die dude eigenlijk. Oké, hem trekken we om het hoekje. Zijn we daar al vanaf. Die andere dude zit er in een hokje. In ieder geval naast het hokje. Dan zijn er alleen nog maar mensen binnen. Ik ben erg benieuwd wat we nou gaan doen. Want volgens mij is Frank Pagani hier niet. Maar ik kan het helemaal missen hoor. Bastard looks like he's aged 20 years. Between Castro okay, blijkbaar wel. 50 G's of bad paper inside. I can kind of see why. Oké, daar zat ik op te wachten tot ze zouden splitsen. Dan moet je niet achter elkaar aanlopen. Ho. Mooi, hij heeft de deur voor ons geopend. Ideaal. I like it. En hij mag hier binnen blijven. Dan gaat één iemand gaat een kijkje nemen. Ik vraag me af waarheen. Of waar langs, beter gezegd. Warning, Pagani is escaping. Oh, kut, hij zit in een auto. Fuck, fuck, fuck. Nee. Switch naar dat. Come on. Hij ontsnapt. Nee. Rennen. We stappen in die groene auto. Auw, shotgun. Daar staan we stil. Come on. Gas. Oké, dit ding klinkt ook fucking ziek. Oké, come on. Dat was fucked up. We hadden het misschien kunnen redden dat we hem daar konden killen, maar... Oh fuck, ik volg hem volgens mij ook helemaal verkeerd. Dat is zo kut. Je hebt geen fucking marker nu.
Hij rijdt naar boven toe voor mij. Ja, dus dan gaan wij ook naar boven toe. We gaan aan de verkeerde kant van de weg, maar dat maakt niet uit. Dit is wel een fijne auto. Klinkt wel lekker. Rijdt wel oké. Okay. Ja, hij rijdt hier. Oké. Okay. We gaan hem killen op deze fucking brug. Oké, okay, wacht tot het groen wordt. En dan kunnen we op de banden schieten en dan gebeurt die shit. Dat is zo leuk om te doen. Oké, okay, alle vier banden zijn kapot. Dan kunnen we switchen. Nou schieten we op een enemy. En dat systeem werkt echt super goed. Oké, okay, laten we maar heel even... Zet het auto hier even neer. Onze band is nu een klek. Dan kunnen we hier achter hiden. Even switchen in Tommy Guns. Doe eerst zijn handlanger dood. Dat de Tommy Gun een beetje accuraat is, dank u. En nou Frank Pagani zelf. Sta je ook zo heel mooi gewoon midden van de fucking weg te vechten. Of te schieten, weet ik zeg. Nou ja, dit is op zich vechten. Wel dood, dank u. Gewoon midden op een brug, jongen. Wat een locatie. Echt wat een locatie. I never did anything to you. Saw some interesting stuff back there. Counterfeit money, a press. Only thing I can't figure out is a connection to Cuba. Please. I'm all busted up inside. I need a doctor. I got a wife and three little girls. Yeah, you want a doctor? Then you better tell me something worth hearing. Listen. What you saw. Sal set all that up. None of the money was worth a shit, though. Had me bringing a man named Alvarez, counterfeiter who works for Castro. He give you the plates, too? Plates? I thought you knew, on account of the robbery. Robbery? Marcano wanted the plates from the Federal Reserve. How do I find Alvarez? How? One of Tommy's guys picked him up. Was 10, 15 minutes before you showed up. Where are they taking him? Where? Huh? My little girls. No. Fuck! I've spent the last 48 years pursuing Lincoln Clay because he's a criminal. It's horrible what happened to him, but you know something? I think that when Sammy Ellis and Danny Burke were killed, it revealed who Lincoln Clay really was. A monster. Take a load off, brother. I'm done with Frank Pagani. Poor bastard's not gonna be running anything through Tickfall Harbor again. It's our territory now. The district's locked down just as you asked. Me and my boys are just waiting for your word to make ourselves comfortable. This is all news to me, but if you still want to send it my way, I'll take it. Here's the thing, Lincoln. Getting you boys in here vying for turf is guaranteed to end up a pissing contest. Just easy on everybody if you give me the territory like you did last time. Ja, dikke vinger, Cassandra. Steek me je reet. We gaan voor Burke. This one's all you, Burke. Fucking hell. You're smarter than your goddamn look, lad. I'm gonna call this if no one else will. All right, so if we done, I'm gonna go. All right, that's it. We're done for now. Look, I gave you some names and I'm paying you to chase them down, so don't give me any of that bullshit. Yeah, okay, just get it done. Christ, sometimes I think if you want something done right. You all right? The 90.
Sammy was so happy. Happier than I ever seen him. That money was supposed to get him, get all of us out from under Marcano. Motherfucker! What the hell did Frank tell you? Marcano had us rob the reserve so he could get his hand on a set of money plates. Georgie must have grabbed him during the robbery. I should have been paying attention. We already had this conversation. None of this is your fault. Like hell it isn't. Sal is a cancer. A leech. He had always intended to fuck all of you. Christ, look what he did to Vito. He murdered your family. The only way to make that right is by killing every cocksucker who's ever looked at that piece of shit. Give me some of that bourbon. According to Pagani, Marcano couldn't print the money himself, so he'd a Cuban counterfeiter named Alvarez brought in. What do we know about South Downs? Tommy Marcano isn't the kind of guy who shits where he eats, so his rackets are pretty low-key. He runs a sports book and has a place where he stores his contraband. Tommy's got to know that I'm coming after Alvarez, so he's probably got him holed up in or near one of those places. One way or another, I'll get my hands on him. I'll be damned if I let Marcano print a single fucking dollar from one of those plates. Hey, dat gaan we regelen. We hebben de South Downs ook unlocked. Pagani spilled everything he knew on Tommy Marcano. Now it's time to burn your way through South Downs and find the motherfucker yourself. Dus gaan we dat doen. Cutting down the youngest Marcano first will undoubtedly send shockwaves through Marcano's criminal empire and cause folks to begin questioning their allegiances. Okay. Dus dat is in principe een hint van de game van doe de South Downs als eerste. Aangezien je dan dus het makkelijker maakt voor de rest van de districten. Ik heb geen idee. We hebben nu in ieder geval keuze uit 3 nieuwe districten. En de records daarvan zijn al bekend, dus dat is wel super chill. En hopelijk zijn dit wat interessantere records dan de vorige. Die waren op zich wel cool, maar qua missies zeg maar. Dus dat je hier niet gewoon een standaard kill en interrogate en blaas shit op missies hebt. Maar gewoon ja, wat meer story achter, zeg maar. Daar hoop ik tenminste op. Maar daar komen we op een manier achter en dat is door ze te doen. Dus dan zijn we dan ook gelijk bij de eerste record die we gaan overnemen. En dat is de drugs record. En we hebben ook nog de sex record in dit district. Deze zal van Vito worden. Deze gaat van Burke zijn. En dit is gambling en black market. Dus deze zal uiteindelijk van Burke worden. En deze is voor Cassandra. En dat is PCP en Southern Union. En dit is in principe de KKK. Dus dat is heel gezellig met Cassandra natuurlijk. En zo heb ik het een beetje ingedeeld. Dan loopt het een beetje om Vito zijn ding heen. Het is wel een prima indeling naar mening. En zo heeft iedereen nog weer een extra district erbij. En één ding is een beetje bugged hierbij. En dat is kut. Ik heb die trafficking missies gedaan. En daardoor hebben we bij Cassandra, als ik naartoe ga, current earn 220.000. Hetzelfde geldt voor Vito. Maar bij Burke heb ik nog steeds 200.000. En dat komt omdat ik de missie wel heb gedaan, maar de game gewoon niet werkt. Hij registreert gewoon niet dat ik de auto heb afgeleverd en dat ik earn hoor te krijgen. Dus als ik op de map kijk, staat er nog steeds earn bij dat, die record zeg maar, waar je het moet afleveren. Staat nog steeds 40.000 van de 60.000, terwijl ik wel een auto heb afgeleverd. Dus dat is lekker bugged. En zo kan ik dus niet de volledige urn krijgen bij Burke. Dus dat is een beetje fucked up. Maar ja, wij gaan hier naar binnen toe en met de drugs racket beginnen. En ik ben benieuwd wat we allemaal moeten gaan doen. Ik hoop echt dat het anders is dan de vorige rackets en districten. Want dat zorgt natuurlijk voor variatie en variatie is altijd goed. You Big Jim? Detective Jim McCormick. All right, detective. I heard you have a problem with Marcano's drug operation in the French Ward. Boy, it's this whole city's problem. His man Doc Gaston's burrowed down like a fucking cockroach, pumping the whole city full of poison. Where's Doc Gaston operate out of? If I knew that, I'd have him in a cell. Biggest goddamn pusher in the city, and no one knows a fucking thing. The name Sal Marcano tends to do that to people. Fuck Sal Marcano. Best lead I've got is that one of Gaston's suppliers is coming to town. Gonna meet with one of Gaston's people.
I can't get any closer, but your friend says you're good at getting information out of people. I'll see what I can find out. Oké, ik mag deze detective dude echt totaal niet. Klinkt echt als een vieze gehoorvader klootzak. Gaston's army of dealers sling dope around French Ward. Put them down and take their cash. Oké, nou, wat hebben we verder voor objectives? Even kijken. Dit hele menu liep ook helemaal vast trouwens. Zo gauw als ik hier naartoe ging. Bij deze was het. Kijk, deliver the truck to a burger record. Het staat er zelfs bij dat het aangevinkt is. Maar ik krijg gewoon de cash niet. Dus dat is wel geweldig. Maar daar zijn we nou niet mee bezig. We gaan naar drugs toe. Interrogate pushers, Gil Gaston's enforcers, Lester en nog wat, en street dealers. That's it. Serieus, deze fucking records zijn exact hetzelfde als die andere, ondanks dat dit meer gaat om de capo, zeg maar, en echt meer met de story te maken heeft, omdat je de familie van Meccano aanpakt. Dat is fucking kut game. Dat is echt lelijk. Maar ja, ik, ja, we gaan maar wat interrogate en killen dan. Ik weet het anders ook niet. Ik zie jullie daar wel. En dan zijn we dan bij de enforcer die we moeten killen. Het is altijd wel een belangrijk ding om te doen, naar mijn mening. Omdat we hem anders dus bij de boss fight erbij krijgen. Of bij de racket boss fight, zeg maar. Niet bij de district boss, goddank. Dat zou erbij moeten komen. Hoe gaat het met al deze mensen hier? Niet als de best, volgens mij. Oh, een beetje dood aan het gaan. Is niet zo goed. De sentry die zit gewoon in de kast te kijken. Die andere gast die let niet eens op. Goed bezig. Oké, okay, waar is onze kill target? Die staat... zit daar binnen. Nou, dat was moeilijk. Poepoe. Dat maakt... ja. Dat maakt deze racket dingen ook zo fucking saai. Daarom heb ik ook de neiging om alles te skippen. En dan meen ik serieus. Ik heb echt de neiging om gewoon alles te skippen. Aangezien het super saai is. Je doet gewoon dezelfde shit. Keer op keer. En forces killen, dat killen. Zo niet boeiend. Oh, moeten we dit echt gewoon in de fik steken door erbij te staan? Yep. Oké. Okay. Hopelijk gaat alles in de fik. Nope, natuurlijk niet. Of wel? Nine. Ah, we kunnen dat misschien doen. Dat werkt. Dat was een oplossing. Damage gedaan, nog 11.000 remaining. Dit stelt echt geen zak voor. Maar ja, ik zal nog even wat cash oppakken en dingen kapot maken. En dan zie ik je weer bij de volgende. En dan zijn we dan bij de interrogate. Dit gaat ook net zo makkelijk zijn, net zo snel. En dat, ik vind het gewoon spijtig. Ik vind het echt gewoon fucking spijtig. Dat alles zo belachelijk snel doorgelopen kan worden. Als ik hem tenminste hit, ga ik dood, jongen. Dank u. Oké, nou die sentry nog. Die is ook neer. En we hebben alleen nog wat lui daar lopen bij dat monument in het midden. Die is ook neer. Die dude zit er op het kistje. Oké, okay, alleen onze interrogate bitch leeft nog en de andere dude. Is onze interrogate bitch al... Nee, oh wow. Dat was easy. Nou, vertel mij maar eens even hoe en wat. Zodat ik meer damage kan doen. Want als je nog niet had gezien, 3150 fucking damage moet nog maar gedaan worden. Slaat nergens op. Prima. Die man, zijn gezicht behoorlijk bloederig. Damn. Oké, okay, destroy the drug, nog wat als boot. Wat was het? Street is don't care, interrogate pushes ook niet. Raid, oeh, dat is... Mansion drug delivery. Raid boathouse, or... we doen wel mansion. Mansion klinkt interessanter. Rijden we daar even gauw naartoe. Hebben jullie gelijk even de auto gehoord? Want die hebben jullie nog niet gehoord. Zijn jullie vast heel verdrietig om. Het is best ziek ding. Ik heb ook de upgrades gekocht voor de auto en... waaronder een bodykit. En ik weet niet of dit standaard erop zit. Die voorkant met de bumper en die spoiler. Ik neem aan dat het echt gewoon bij is gekomen cosmetisch met de bodykit. Dus dat is wel vet zijn. En hij klinkt ook echt super lekker. En hij rijdt super chill. De topspeed is echt rond de 140, 150. Dus dat is ook wel geweldig. Het is de snelste auto. Voor wat ik kon zien, zeg maar. Die MX-100 was super chill om te gebruiken voor lange tijd. Maar dit ding is zoveel fijner. En we zijn al voorbij. Oh, dat gaat zo snel. Maar ik vind het echt een zieke auto. Hij komt ook altijd in rood. Altijd hetzelfde kleurtje. Helemaal perfect. Maar ja, deze nu even killen. Dan hebben we genoeg damage gedaan. En dan kunnen we gelijk door. Het is echt gewoon belachelijk. Oh. Ik weet niet of die politieagent dat allemaal leuk vindt dat we dat doen. In die politieauto. Oké, okay, blijkbaar boeit ze niks. Ik ga helemaal ook kut. Die
progress. Send back up. Wat? Crime in progress? Nee. Nee, nee, nee. Dit is helemaal geen crime in progress. Ah, hij ziet misschien die lijken liggen. Dat is misschien zijn probleem. Zeg, want ik doe helemaal niks. Ik loop niet meer met een pistool. Dit is helemaal niks. Onschuldig. Echt onschuldig. Hé, hey, veel mensen trouwens. Jesus Christ. Helemaal niet. Ik deed het niet freaking. Ik deed het gewoon heel doodnormaal. Mooie hoed. Echt niemand boeit het ook iets, jongen. Daarom is die pistol zo fucking overpowered. Nou, die komt zo uit het hokje uit. Sentry. Oh, wat zie ik toch. Een kogel in mijn bakjes. Is trouwens wel echt een mansion dit. Ja, dat klopt wel. De accuracy ook van dit ding. Over zo'n belachelijke range. Ik schiet alles gewoon raak. Ik heb nog maar 1 duur dagen om te killen. That's it. Pew. Dood. Dit ding is echt belachelijk. Dit maakt het zoveel makkelijker in. En ik weet dat sommige mensen het misschien leuker vinden om alles echt stealth te doen. En op zich kan ik het natuurlijk ook wel doen, maar dit is ook leuk. Wat moet hij die boot destroyen? Oké. Ik kan dit in ieder geval in de fik steken, dat is wel iets. Ik gooi zo meteen wel een granaat in die boot, als dat echt moet. Het lijkt erop van wel. Doen we dat gewoon even puur omdat het kan en dan gaan we ook gelijk door deze racket boss killen. Damn, dat is snel. Granaat, ik zit in het verkeerde menu. Alhoewel, ik zat wel in het goede menu, maar... Wat is die? Er liggen dingen naast waarschijnlijk om die boot op te maken. Kost het mij geen granaat. Hey, ik ga dan gewoon naar Big Jim toe en dan zie ik jullie daar hoor. En dan zijn we dan weer bij Big Jim. Dus even kijken of we nu gelijk een Wreck-It Boss dan kunnen killen of dat er nog wat extra achteraan komt. Hearing about a lot of dead dealers. The ones that are finally talking. Saying Doc Gaston's in the system beneath the Big Mouth Jazz Club. You're not gonna try to convince me to let you arrest him, are you? If I wanted to arrest him, I wouldn't have let you be a part of this. Justice might be blind, but it shouldn't be stupid, too. Go do whatever it is you're gonna do. Sure thing, detective. Echt, wat een klootzak. Wat een fucking klootzak. Maar ja, ik zal naar de Wreck-It Boss toe gaan, zie ik jullie daar wel, hè? Hey, we zijn er bijna en ik wil jullie nog even de toeter van deze auto laten horen. Die is echt prachtig. Het is een geweldig ding. En in de regen slipt het ding als een motherfucker, wat behoorlijk irritant is. Oké, de politie die, ja, die doet ons niks nu. Wat helemaal perfect is. Is die duur nou serieus gewoon... Oh, die is beneden. Ik wou net zeggen. Staat die nou serieus hier gewoon voorbij een hekje? Is dat al zijn bescherming? Dat zou zo slecht zijn. Maar valt mee. Hoe de fuck kom ik daar binnen? Dat is wel een goede vraag. Ik sta meestal altijd aan de verkeerde kant van het gebouw. Ik kan niet over dat hek heen klimmen. Dat is ook zo'n bullshit. Oh, we kunnen hier met je doorheen. Ja, yep, dat kan. Hey, een Vargas painting. Oh, kut. Hoe komen we daar? Meestal kun je altijd achterlangs. Al deze gebouwen zijn allemaal exact hetzelfde ingedeeld. Echt allemaal exact hetzelfde. Zo'n bullshit. Oké, okay, die is dood. Big mistake. Ja, big mistake. Houd je bakjes maar. Oké. Okay. Pew. Wat was dat probleem? Pak ik natuurlijk alle cash mee die ik mee kan pakken. Hallo meneer. We zijn elke keer nog net op tijd. Voordat we echt gespot worden. Gespot worden in de lul zijn. Oh, sorry. Fucking hippies hier. Is daar niks? Nee. We zitten echt gewoon in de fucking dungeons opeens. What the fuck, jongen? Sorry, ik schoot volgens mij een civie dood, maar die ging ervoor staan met zijn bolle hasses. Ik zie die kleding ook, rot allemaal op, jongen. Ik moet er binnen. Echt niemand die ook nog maar iets door heeft. Dit is toch echt geweldig. Hallo, meneer. Daar is onze kill target, hè, daar links. Dit stelt er niks voor. Het ziet er wel vet uit hier, moet ik zeggen. Onze kill target kan trouwens helemaal boven zijn, volgens mij. Wat is het idee? Ik heb geen idee, eigenlijk. We lopen gewoon door en schieten iedereen die in de weg staat, schieten we dood. Dat is mijn plan. Hallo, jij staat in de weg.
Oké, okay, die lui gaan iets checken. En die vertrouwen het niet helemaal. Dat is helemaal prima. Oh wel, die dude die doet niks. Waarom moet je met die gele... Waarom wordt hij geel aangegeven? Voor wat? Is dat een sniper? Wat de fuck moet dat voorstellen? Ik ken het hele icoontje niet. Oh, wat? Hoe de fuck sprong jij naar beneden? Dood, dank u. Hoe de fuck deed hij dat? Wat was zijn gedachte daarbij? Oh, wat gebeurt daar? Gaan er mensen in een auto? Of in een boot? Dat is in een boot. Fuck? Oh, wacht. Wij hallucineren nu misschien door de drugs of zo. Want we zien ook meerdere van die icoontjes. Kijk, dat is wel een kill. Die daar staat. Ik snap er echt de ballen niet meer, man. Straks kill ik door mijn hallucinatie allemaal civie mensen. Ik kom daar niet binnen. Dit is zeer interessant. Ik snap echt het hele fucking idee niet. Volgens mij zitten wij echt gewoon dik aan de drugs. Is dat het idee? Oké, Doc is daar dus wel. Ergens. Maar je kan hier niet naar binnen. Volgens mij. Nope. Dus we moeten even een andere manier vinden om daar binnen te komen. Moet die duurt hier natuurlijk? Nee. We hebben wel een sentry. Die staat gewoon nog casual aan de bar. Samen met zijn maat. Nu zijn ze allebei dood. The fuck him. Echt, ik vraag me echt af waar de fuck de game zit met zijn verstand. Hallo, bitch. Hallo. Auw, shotgun op mijn bakjes. Dat is niet zo fijn. Ik ga heel veel naar het medicijnkabinet toe. En ik heb heel weinig meds. Ik had die eigenlijk even moeten kopen voordat we deze missie gingen doen. Want ik heb wel veel cash bij me, maar... En voor mij zitten we ook onder die deur. Dat is helemaal perfect. Sentry in zijn nek. Oké, okay, die deur in actie. In stealth modus. Kan een vrouwtje ook stoppen met... Oh my god, oh my god, oh my god. Roepen, dat is een beetje irritant. Hallo. Ik kon hem ook stabben ofzo, volgens mij. Maar. Fuck it. Nee, ging hier naar boven. Ik weet dat ik heel veel cash mis waarschijnlijk en andere dingen. Maar don't care. Dat kan me echt niet zo gigantisch veel boeien. Oké, okay, zij zitten hier. We zijn er bijna. Nog één dude en die gast zelf. En een varkenspainting, of course, zoals altijd. Even om het hoekje kijken. Waarom zit jij... Waarom? Serieus, waarom zit hij tegen de koelkast aan? Te kijken... Om de koelkast. Naar een muur. Waarom? Game. De logica. Leg mij dat eens uit. Oh, er komt een sentry aan trouwens. Nou, we schieten hem al in zijn nek. Here he is. Ik heb pijn. Hallo sentry. Doei sentry. Nou, ga jij maar eens even dood, bitch. Fucking kwakzalver. Oké, okay, hij gaat tenminste... Fucking freak. Hij gaat tenminste lachen dood. Staat helemaal vol van de drugs waarschijnlijk. Helemaal prima. We hebben het gesecured. En er is weer een Wreck-It Boss dood. Zo doen we dat. En dit gaat dus naar Vito toe. En daarvoor krijgen we een supercharger. Waardoor onze topspeed en acceleratie omhoog gaat. Fucking awesome. En extra HP. We krijgen een extra HP balkje bij. I love you Vito. I love you. Get your man over to the French ward. I need backup to lock this down. No problem, pal. Help is on its way. Oh my god. Oh my god, no. No, I won't believe this, no. Possibly. Fucking Wayne. It took me months to figure out that Lincoln had survived the massacre at Sammy's and was waging a war against Sal Marcano. The Bureau didn't have a file on Clay, and I wasn't aware of his military training because his service records were classified.
Otherwise, I might have started to connect the dots after the death of Richie Doucette. Oké. We zijn nou weer helemaal fucking boven, dus dan moet ik weer helemaal naar beneden voor die varkenspainting. Fucking great. We hebben wel extra AP dus en een supercharge, daar ben ik blij mee. Maar ja, dat was het voor deze part. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden om naar te kijken. In de volgende part gaan we sowieso de Wreck-It boss doen. En als het een beetje mee zit, zelfs al de district boss. Want dit is zo snel en simpel. Dat slaat nergens op. Maar ik vind het helemaal prima natuurlijk. Ik hoop dat jullie heel veel zin in hebben. Ik hoop dat je het een vette part vond. Vond je het leuk? Vergeet niet even te liken. En dan zie ik je weer in de volgende video. Laters!